En iedereen snapt, het wordt tijd voor een nieuw beleid. En dat beleid raakt wellicht ook festivalorganisator Apenkooi. Ze zijn een van de grootste spelers in Amsterdam, met het toonaangevende Digital bijvoorbeeld, dat jaarlijks tienduizenden muziekliefhebbers naar de NDSM-werf trekt. Oprichter Jasper Goossen is al een aantal jaar bezig de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen jaren merk je wel dat er veel meer geklaagd wordt dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Ik weet bijvoorbeeld van groepen bewoners van gebieden dat die in appgroepen zitten en die op het moment dat de muziek aangaat, dan wordt er rondgestuurd, vergeet niet te klagen. Maar dat wil niet zeggen dat Apenkooi de bewoners niet serieus neemt. Integendeel. Als je kijkt naar de NDSM, begrijp ik aan de ene kant dat er mensen zijn die klagen over geluidsoverlast die van de evenementen op de NDSM vandaan komen. En dat er vervolgens dus beperkingen komen op het aantal evenementen op een NDSM. Dat begrijp ik ook. Maar als dat voor Digital ook geldt, zal dat gevolgen hebben voor de locatie van het festival. Dus dat betekent dan dat we over de stadsgrens moeten gaan kijken. En dan heb ik het niet over dichtbij Amsterdam, maar dan gaan we wel echt keuzes maken. En wordt het waarschijnlijk gewoon een andere stad. Zover is het nog niet. De regels worden aangescherpt. Maar Apenkooi is al jaren bezig hun festivals groener en duurzamer te maken. Maar ik hoop wel dat de balans wel gevonden wordt in het nieuwe beleid van de stad. En dat het niet alleen de festivals hard worden getroffen, maar dat er goed wordt gekeken naar de juiste balans te vinden.